Vandaag ga ik met jullie kijken naar een gelijkenis in de Bijbel. Een gelijkenis van Jezus. Jezus vertelt een heleboel gelijkenissen. En we gaan vandaag een gelijkenis over de onkruid tussen het graan. En de titel die ik daaraan heb gegeven is Onkruid tussen het graan of Waarom doet God niks? En ik moest er een beetje aan denken, ik weet niet wie van jullie dat kent, er zijn wat oudere mensen hier. Je had vroeger zo'n boekje, dat heette Erik of het Kleine Insectenboek. En toen ik jong was, toen dacht ik bij mezelf, waarom heet het nou Erik of heet het nou het Kleine Insectenboek, zeg maar. Of hè, misschien voor de verstokte voetbalfans onder ons, vroeger had je Jan, Vennegoor of Hesselink. En ik dacht dan altijd, is het nou Vennegoor of is het nou Hesselink die gescoord heeft? Ik weet het niet, maar het is een soort van, zo'n of ertussen, dat doet iets literairs aan of zo, dat doet iets. En ik dacht, nou, ik noem mijn titel, ik noem mijn preek in ieder geval zo, dan is er in ieder geval nog iets literairs aan mijn preek. Maar vooruit. Maar we kijken naar een gelijkenis en om een klein beetje de context te schetsen, we kijken naar een gelijkenis. Jezus vertelt die gelijkenis in een hele serie gelijkenissen die hij aan het vertellen is. Daar staat hij op een bootje, net iets van de oever af, op het meer. Hij moest ook op dat bootje staan, want de mensenmenigte was zo groot dat hij een soort van het strand af werd geduwd. Zij staat op zijn bootje te vertellen en daar is een hele grote groep mensen. En dan vertelt hij een hele serie gelijkenissen die gaan over oogst en over zaaien, over gewas en over zaad. En eigenlijk deze gelijkenis komt in het Matteüs-evangelie direct achter de gelijkenis van de zaaier. Dat is denk ik een heel bekende gelijkenis. De zaaier die erop uitgaat om het zaad te zaaien en dan wordt het draagt vrucht, maar sommigen ook weer niet. En je moet je voorstellen, die grote setting, daar zaten allerlei soorten mensen in die menigte die naar Jezus luisterden. Er zullen misschien wat heidenen ook nog tussen gezeten hebben. Dat zou best wel goed gekund hebben. Dat lezen we verder niet. Maar dat zou best wel gekund hebben. Er zaten in ieder geval niet alleen maar leiders en schriftgeleerden. Er zaten gewoon normale mensen. En het is zeer aannemelijk dat er mensen tussen zaten die het bijvoorbeeld met de wet en de geboden van God niet zo nauw namen. Of dat er mensen tussen zaten die het misschien wel op dat moment erg moeilijk hadden in hun leven. Die tegen allerlei problemen aanliepen. Er zaten in ieder geval vrijwel zeker mensen tussen die op een of andere manier teleurgesteld waren geraakt in God. Want waarom moeten wij Joden nu overheerst worden door de Romeinen? Waarom zijn de Romeinen de baas? Waarom hebben we geen eigen land? Waarom doet God niks? En onderling, in ieder geval zaten de mensen dus tussen die daar teleurgesteld in waren. En ook onderling, onder elkaar waren mensen teleurgesteld, want er zaten Farizeeën, Sadduceeën, essenen, zeloten. Ik weet niet of je weet wat zeloten zijn, maar dat zijn eigenlijk, zeg maar, dat zijn Farizeeën, maar die houden dan nog van oorlog voeren. Dus die wilden die keizer wel even flink aanpakken, zeg maar. Maar die waren het ook onderling met elkaar oneens. Want de ene vond dat je gehoorzaam moet zijn en de ander vond dat je de volle bak op moest klappen. En allemaal vonden ze van zichzelf, waarom doet God niks? Want hij ziet toch dat wij gelijk hebben. En eigenlijk vonden die mensen allemaal wel wat van elkaar. Want ze vonden van zichzelf dat zij het bij het rechte eind hadden. En dat die ander misschien wel onkruid waren. En in die context lezen we dan met elkaar de volgende gelijkenis. En die lezen we in Matteüs, in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 13. En dan lees ik vanaf vers 24 tot vers 30. En dat komt ook als het goed is op het scherm. Maar dat gaat dan hierover. En dan zegt hij, Jezus, hij hield hun een andere gelijkenis voor. En dan zegt hij, het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. En terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. En toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de knechten kwamen de heer des huizes vragen, Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? En hij antwoordde, dat is het werk van een vijand. En de knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij het onkruid weghalen? Hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. En dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. En breng dan het graan bijeen in mijn schuur. En Jezus misschien wil je het thuis zelf verder nalezen. Jezus geeft eigenlijk zelf al uitleg over deze gelijkenis, wat hij daarmee bedoelt. Dat kun je iets verder lezen, vanaf vers 36 tot 43. Maar ik dacht, als ik dat nu ga voorlezen, is mijn preek wel heel snel klaar. Dus ik dacht, lees dat maar vooral thuis lekker na. Maar dan geeft Jezus uitleg over wat hij met die gelijkenis bedoelt. Maar het is wel duidelijk wat er gebeurt. Hè? Want Eigenlijk, Jezus spreekt hier over zichzelf. Hij zegt, ik ben gekomen om goed zaad te zaaien. Want als we het hebben over de Heer des Huizes, dan gaat het over God. Dan gaat het over dat hij Jezus gestuurd heeft om goed zaad te zaaien. En dat goede zaad, dat gaat eigenlijk over de mensen die in hem gaan geloven. Dat gaat over mensen die hij bij zichzelf verzamelt en die met hem gaan optrekken. Het gaat over de mensen die Jezus' woorden aannemen en die verder het goede zaad verspreiden over de aarde. Maar, dan staat er, terwijl iedereen slaapt, terwijl niemand dat oplet is, iedereen ligt te slapen, komt er een vijand en die zaait giftig onkruid. En dat is niet zomaar onkruid. Dat moet je voorstellen, dat zijn niet paardenbloempjes of klavertjes 4. Daarvan, ik weet, er zijn vast wel wat tuiners onder ons of mensen, bloemenliefhebbers misschien. Je hebt wel eens van die mensen die zeggen, onkruid bestaat niet. Het zijn allemaal schepselen van God. Nou ja, ergens klopt dat misschien wel. Maar in dit geval praten we niet over madeliefjes en paardenbloempjes. We praten hier over iets wat in de grondtekst, in de originele vertaling, wordt Zizania genoemd. En Zizania, dat woord betekent ook bedwelmend of dodelijk. En dat enkelvoud van Zizan, dat wordt in het Nederlands vertaald met het woord Dolik. En Dolik is een graansoort. Dat lijkt heel erg op tarwe. Zolang het opgroeit ziet het er precies uit zoals tarwe. Totdat het op een gegeven moment gewas gaat dragen. Er komen aren aan, die zien er een beetje anders uit. Die hebben een iets grijzere kleur en ze hebben een iets andere vorm. Maar eigenlijk lijkt het best wel heel erg op tarwe. En als je dat dan zou eten, nou, dan kun je daar zelfs dood aan gaan. Dat is echt gevaarlijk. Het is gevaarlijk spul. En het gaat pas opvallen op het moment dat er dus aren aankomen. Dus tot die tijd lijkt het, als het opgroeit, dan lijkt het eigenlijk allemaal gewoon heel normaal te zijn. Maar het is ziekmakend en in veel gevallen dus dodelijk. En het is gevaarlijk, het is ongewenst. En het doet ook afbreuk aan het harde werk wat die knechten van die Heer op die akker hebben gedaan. Daarom komen ze ook bij hem, zeggen ze, Heer. Want zij hebben daar hard gewerkt, moet je je voorstellen. Ze hebben hard gewerkt om goed zaad te zaaien, om dat goed te onderhouden. En dan groeit er onkruid tussen. Nou, daar gaat dan je harde werk. Het kost alleen maar en het levert niets op. En dan komen die knechten die komen bij die Heer en die doen dan precies wat we ook in deze wereld wel om ons heen zien. En wat misschien ook onze reflex wel zou kunnen zijn. Ze geven namelijk ze geven de Heer de schuld. Ze geven God de schuld. Ze zeggen, Heer, heeft u soms geen goed zaad gekocht? Heeft u soms geen goed zaad gezaaid? Heer, u zult het wel... Waar komt dat onkruid anders vandaan? En als er slechte dingen gebeuren in de wereld, wat we om ons heen ook wel zien. Als we om ons heen kijken en we lezen de krant of we kijken nu.nl of hoe je tegenwoordig ook het nieuws tot je neemt. Er gebeuren best wel slechte dingen in de wereld. En dan zou zomaar een reflex kunnen zijn, Heer, u doet het niet goed. Waarom doet u niks? Want als er slechte dingen gebeuren of als er slechte mensen zijn, nou, dan zal dat wel de schuld van God zijn. Want die laat dat toe. Want als God echt goed is, nou, dan doet hij er wel iets aan. Toch? Of God bestaat niet, want als hij wel bestaat, dan liet hij mij dit niet overkomen. Dat is iets wat we vaak horen. Of deze, die hoor ik best wel vaak van mijn ongelovige vrienden. Ja, of God nou wel of niet bestaat, maakt eigenlijk niet uit, het is sowieso zijn schuld. Of God nou wel of niet bestaat, hij heeft het sowieso gedaan. En Jezus maakt meteen duidelijk aan die mensen die naar hem luisteren, van nee, het is niet, weet je, wat er nu gebeurt in de wereld, wat er om jullie heen gebeurt, is niet de schuld van God. God die heeft goed zaad gezaaid, God heeft de aarde goed gemaakt. Maar er is ook een vijand. En die vijand die volgt het werk van God op de voet. En die zaait daar onkruid tussen. En dat mensen, het is niet de schuld van God dat mensen verkeerde dingen doen. Maar het is zo dat er een vijand is die probeert te roven, te stelen, te vernietigen. En het geval is wel dat mensen gevoelig zijn voor zijn verleiding. Nou ja, ergens gaat Jezus dan verder in die gelijkenis en dan zou het zomaar kunnen dat mensen denken, oké, dan is het niet Gods schuld. Oké, maar dan moeten we misschien maar het heft in eigen hand nemen. Dan moeten we het zelf maar doen. En dat zie je ook. Dan zeggen ze, Heer, moeten we het onkruid dan weg gaan halen? Zullen wij het dan voor u doen? Want moeten wij dan maar even helpen? En helaas, de kerkgeschiedenis staat vol van dat soort verhalen. Van mensen die denken dat ze God een handje moeten helpen. Denk maar aan de Inquisitie of de kruistochten. Mensen gedwongen christenen. Want ja, we moeten God een handje helpen. Want blijkbaar kan God het dus niet zelf. En misschien nu ook nog wel. Misschien zijn we nu ook nog wel zo. Want wat als er nou iemand in de kerk komt die heel anders is dan wij? Wat nou als er een zondaar in de kerk komt? Oh, die moeten we wel even heel snel vertellen. Die moeten we even helpen dat diegene stopt met zondigen. Want dat kan niet. We moeten God wel even een handje helpen. Maar ook onderling. Onderling, de kerken onderling binnen de kerkmuren. Want wat nou als we het onderling misschien niet helemaal met elkaar eens zijn? Wat nou als er kerken zijn die dopen kinderen. Oh nee, daar zijn we het echt niet mee eens. Dat moeten we echt even rechtzetten. We moeten ze duidelijk vertellen dat dat echt niet kan. En dat is een beetje hoe de wereld tegenwoordig in elkaar zit. Dus dat we denken, oh, we moeten God dan maar een handje helpen. Want blijkbaar kan God het niet zelf. En internet is op zichzelf niet altijd even goed. Dat is een soort... Nou, er is een hele pool des verderfs daar op Google te vinden. Maar soms kun je er ook best wel leuke dingen vinden. En ik weet niet of iedereen weet wat een meme is, maar een meme is een soort van plaatje. En eigenlijk in één plaatje wordt er iets goeds en iets grappigs verteld. En je hebt dus best wel van die interessante memes. En ik weet niet of het volgende plaatje even op het scherm mag. Maar dit is dus een beetje, als het gaat over hoe we naar elkaar omkijken. Dan zegt Jezus, bijvoorbeeld bij LinkedIn in het Engels, maar heb elkaar lief, staat er dan. En dan... Ja, maar wat nou als ze immigranten zijn, als ze vreemdelingen zijn, of arm zijn, of homoseksueel? En dan zie ik zo voor me dat Jezus dan daar staat en zegt, praat ik soms Chinees? Heb elkaar lief. Weet je, al zo van, het is toch duidelijk? He, je hoeft niet te veroordelen. Of die andere, die vind ik nog veel leuker. Ik geef u een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Maar wat als we nou verschillen over doctrine, waarvan wij het heel belangrijk vinden, maar die er eigenlijk helemaal niet toe doet? En dat Jezus dan zegt, weet je, zullen we even overnieuw beginnen? Ik geef u een nieuw gebod, heb elkaar lief. En het ding is in de Bijbel, en we zijn een soort van geneigd om God te helpen en veroordeling over mensen uit te spreken. Maar in de Bijbel, Jezus geeft nergens geboden over dat we elkaar moeten haten. Of dat we elkaar moeten veroordelen. Sterker nog, de Bijbel staat veel voller, staat helemaal vol met geboden over dat we elkaar moeten liefhebben. En zodra wij denken dat we God een handje moeten gaan helpen, we moeten het onkruid eruit gaan trekken, dan komen we in een situatie terecht waarin we mensen gaan veroordelen, waarin we anderen gaan veroordelen. En Jezus zegt nee, je moet elkaar lief hebben. En daarom zegt hij ook tegen die knechten, zegt die Heer tegen die knechten, nou wacht nog maar even. Wacht nog maar even met het onkruid uittrekken, want zolang er nog geen aren aan zitten, weet je eigenlijk niet precies wat onkruid is en wat niet. En voor hetzelfde geld trek je ook het goede graan eruit. En dat zien we ook een beetje. En ik weet niet wie dat kent. Het is in de jaren 90 was dat best wel groot. In Amerika de Westboro Baptist Church. Dat was een baptistengemeente gesticht door Fred Phelps. Een naam die je niet per se hoeft te onthouden. Maar dat is een kerk die hun doelmerk ervan gemaakt had om iedereen te vertellen dat ze slecht waren. Hate speech. God haat homo's. God haat soldaten. En die gaan dan staan protesteren bij begrafenissen van gevallen soldaten dat God soldaten haat. En weet je wat dat doet? Is dat mensen daarnaar kijken en die denken, oh, dat is een kerk. Oh, die God zou wel veroordelend zijn. En wat ze niet doen is God helpen. Sterker nog, ze brengen schade aan de naam van God. En zo kunnen we veel verhalen vertellen van hoe je door God een handje te willen helpen, eigenlijk schade toebrengt. En dat is waar Jezus hier tegen waarschuwt. Breng geen schade toe aan het gewas. Maar we moeten het daarom aan God overlaten. Want, dat is dan het ding, we denken dan God doet niks. Of mensen denken, waarom doet God niks? Maar God doet niet niks. Want weet je, het feit dat Jezus op de aarde kwam, het feit dat Jezus aan het kruis stierf en op de derde dag weer opstond uit de dood, is het ultieme bewijs dat God niet niks doet. Hij is het bewijs dat God wel iets doet aan het kwaad in de wereld, want Jezus heeft dat kwaad overwonnen. Hij kijkt niet machteloos toe hoe het kwaad steeds meer de wereld in zijn greep krijgt. Nee, Jezus is de actieve onkruidverdelger. Hij is degene die verschil maakt in dat onkruid. Hij is degene die uiteindelijk het onkruid al verslagen heeft. Maar waarom doet God dan nu niks aan het kwaad? Waarom doet hij dan nu niet iets? Waarom doet hij nu niet iets tegenhouden wat er helemaal misgaat? Waarom heeft God niet die vliegtuigjes tegengehouden die de Twin Towers invlogen? Waarom doet God nu niks? Nou, en om dat te begrijpen Ook, ik geloof trouwens dat dat niet zo is. Ik geloof dat God ook nu ingrijpt. Maar om te begrijpen waarom God misschien nu niet zichtbaar iets doet, wil ik met jullie een ander gedeelte lezen. En dat staat in 2 Petrus, dat is een brief die Petrus geschreven heeft. En in 2 Petrus, hoofdstuk 3, lezen we iets over, eigenlijk over dit verhaal. En dan lezen we vanaf vers 3. En ik lees eerst vers 3 en 4 en 9 en dan later gaan we nog verder bij vers 10. Maar er staat er, vergeet vooral niet, schrijft Petrus dan, dat er aan het eind van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen. Waar blijft hij nu? Zullen ze smalen? Hij had toch beloofd om te komen? De generatie aan wie deze belofte gedaan is, is al gestorven. Maar alles is nog zoals het aan het begin van de schepping is geweest. En dan in vers 9. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen, maar heeft alleen maar geduld met u. Omdat hij wil dat ieder tot inkomen komt en niemand verloren gaat. En weet je, dat is heel herkenbaar. Er zullen spotters komen. Nou, dat herkennen we denk ik wel in onze tijd. Maar weet je, het grappige is dat het in Jezus' tijd ook al zo was. Toen Jezus aan het kruis hing, waren er ook al spotters. En er zullen spotters zijn, altijd, die zeggen, waar is God dan? Als hij dan zo goed is, waarom doet hij dan niks? Waar is God dan nu? Hij zou toch terugkomen, waarom komt hij dan niet terug? En waarom gebeurt er dan niks? Nou, zelfs toen Jezus aan het kruis hing, waren die spotters er al. En dan staat niet op het scherm, maar dan lezen we bijvoorbeeld in Matteüs 27... Dan hangt Jezus aan het kruis en dan staan de mensen die zeggen, jij was toch die man die de tempel kan afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, hoor je dat? Als je de Zoon van God bent, red dan jezelf maar en kom van dat kruis af. En ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen en dan zullen we in hem geloven. En herken je de context van waarin de wereld ook tegenwoordig spreekt. Hè? Als hij dan God is, laat hem dan dit of dit doen. Niet andersom, hè? Van, oké, ik geloof dat hij God is en ik kijk naar wat hij doet. Nee, als hij dan... En dat is als het ware hoe de vijand twijfel zaait. Hè? Als hij dan God is, als hij dan echt zou kunnen, waarom doet hij dan niks? En dat is hoe de vijand twijfel zaait in ons hart. En Petrus maakt duidelijk waarom God niks doet. Hè? Of waarom hij niks zichtbaar doet. En dat is niet omdat hij niet wil... Of omdat God afstandelijk is, of omdat hij een hekel aan ons heeft. Nee, het is eigenlijk juist andersom. Het is juist omdat hij genade heeft. Anders zouden jullie met het graan, of met het onkruid ook het graan lostrekken. En God wil dat zoveel mogelijk mensen gered worden. En daarom is hij traag met zijn oordeel. Daarom is hij traag met de veroordeling van deze wereld. Niet omdat hij het kwaad niet haat, of omdat hij een hekel heeft aan wat er gebeurt, of dat hij zich... pijn heeft over wat er gebeurt in onze wereld. Maar omdat hij misschien nog wel meer pijn heeft over het gevolg van het oordeel. God is geduldig met zijn oordeel omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Want dan lezen we verder. Jezus vertelt dat de knechten moeten wachten. Want er komt een dag van de oogst en dan zal het onkruid verzameld worden en vernietigd. En het graan zal verzameld worden. En het zou... een reflex kunnen zijn. En ik heb zelf die momenten ook wel eens gehad. Dat je dan bij jezelf denkt, nou weet je Heer, ik ga maar gewoon bidden dat de Heer snel terugkomt. En het is, en ik begreep dat jullie daar pas ook nog een preek over gehad hebben over de wederkomst. En het is goed om de wederkomst van Jezus te verwachten. Het is goed om daarvoor klaar te staan. Maar het is anders dan om te zeggen, nou Heer, kom maar gewoon terug, want dit gaat helemaal nergens meer, dit gaat nergens heen. Het is een hele grote verleiding om het te doen, om maar te bidden en te bidden, Heer, kom maar snel terug. Want dan zal het kwaad in de wereld worden weggedaan. Maar waar ligt de grens? En dan lezen we iets verder in 2 Petrus vanaf vers 10 tot en met 15. De dag van de Heer zal komen als een dief. Nou, die hebben jullie al gehoord, denk ik. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op en de aarde en alles wat erop gedaan is, verdwijnt. Als dit allemaal op die manier ten gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. En dan dit. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. En weet je, als we nadenken over de wederkomst van Jezus, als we nadenken over het oordeel van Jezus, En als je dat zo leest hier, dan zou je, dus kun je er redelijk makkelijk overheen lezen. Dan lees je, oh, maar moet je even beseffen wat Petrus hier probeert te beschrijven, is hoe het eruit ziet als het oordeel komt. Dat is geen prettige aangelegenheid. Er staat, hè, de hemelsferen, die storten in, alles vergaat. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan en de elementen gaan in vlammen op. En de aarde en alles wat erop is, zal vergaan. Hè? En ik zie dat dan zo voor me. Ik ben echt heel erg een beelddenker. Hè? Dus als ik dat zo lees, dan zie ik dat voor me. Dan denk ik, wat hij volgens mij hier probeert te beschrijven, is dat er, weet je wel, de hemelsferen storten met donderend geraas in. Nou, ik zie dan meteorieten voor me die op de aarde terechtkomen, die vlammen, vuur, hè? En alle elementen. En ik las dat in scheikunde. Elementen, dat zijn de kleinste, ondeelbare deeltjes, die kunnen niet meer kapot gemaakt worden, die kunnen niet meer gedeeld worden, want dat is de kern van alles wat bestaat. En dan schrijft Petrus, die elementen die gaan in vlammen op, die gaan helemaal kapot. En alles op de aarde vergaat. Het is geen prettige aangelegenheid. En waarom niet? Dan weet je, op dat moment is alles kapot. Op dat moment is alles vergaan. En dan is er geen redding meer mogelijk. Dan is het klaar. En wat zou dat betekenen voor onze ongelovige buren? Onze ongelovige vrienden? Onze ongelovige familieleden? Wat zou het betekenen als dit tot wasdom komt voor alle mensen die we lief hebben en die de Heer niet kennen? Ik weet wat het betekent, want dan is het te laat. Dan is het te laat, dan kunnen ze niet meer terug. Dan is er geen tweede kans meer. En weet je, daarom zegt Jezus, daarom schrijft Petrus, God is niet traag, maar God is genadig. Want als het oordeel komt, dan is het te laat. En voordat het te laat is, wil ik zoveel mogelijk mensen tot geloof laten komen. En weet je, het is niet verkeerd om te verlangen naar de wederkomst van Jezus. En de Bijbel spreekt daar heel vaak over. Spreekt heel vaak over de verwachting dat Jezus terugkomt. En dat we dat verlangen mogen hebben, dat hij komt. En dat we bij hem mogen zijn en dat we voor eeuwig bij hem mogen wonen. Maar dat is iets anders dan het bespoedigen. Hè? En daar schrijft Petrus ook over. Hij zegt dan, u die dit bespoedigt. En dan zegt hij, weet je, als je zo bent, als je nou wil dat de Heer snel terugkomt, dan moet je er wel zeker weten dat jij dan ook daar wel bij hoort. Moet je zeker weten dat je heilig leeft. Dat je leven zodanig is dat als de Heer terugkomt, dat het dan goed is. Hij zegt dan, hè, hoe heilig moet u dan wel niet leven als je dit verlangen hebt? Dat betekent dat je jezelf dus heel wat moet vinden. Want we moeten beseffen dat als we de wederkomst proberen af te dwingen, dat we daarmee ook indirect een oordeel uitspreken over iedereen die nog niet in hem gelooft. En het oordeel is niet aan ons. Wij zijn niet geroepen om een oordeel te vellen over mensen. En Petrus spreekt hier heel duidelijk ook de Joodse leiders en wetgeleerden aan, die van zichzelf heel wat vonden, die zichzelf heel heilig vonden. En dan zegt hij, weet je, als je de Messias verwacht, als je die verwacht dat God alles goed maakt op de wereld, ja, dan hoor je er zelf ook niet bij, want je hebt het zelf ook niet begrepen. Het oordeel is een lelijke aangelegenheid waaruit geen redding meer mogelijk is. Anders dan de redding door Jezus. En omdat we daarin geloven, moeten we ons uiterste best doen om een onberispelijk leven te leiden. En laten we er alles aan doen om niet deel te worden van het onkruid. Laten wij er alles aan doen om naar onze mensen om ons heen, naar onze naasten, gelovig of ongelovig, geen onderdeel te zijn van het onkruid, geen onderdeel te zijn van het oordeel. Maar laten wij ons uiterste best doen om als goede werkers van Jezus zijn werk voort te zetten. Onze taak is God liefhebben en onze naasten als onszelf. En de rest, daar is God verantwoordelijk voor. En dan vers 15a, vers 15, het laatste gedeelte, vat eigenlijk precies samen waar de gelijkenis van Jezus over gaat. Dus vers 15 uit 2 Petrus vat precies samen waar die gelijkenis van Jezus over gaat. Want als we echt serieus zijn in ons verlangen dat God alle ongerechtigheid uit de wereld weghaalt en alle kwaad wegdoet, dan zijn we zelf niet uitgezonderd. We staan alle schuldig voor God. En in de Romeinenbrief schrijft Paulus, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. We zijn allemaal in zekere zin schuldig ten opzichte van God. Gelukkig gaat de Romeinenbrief verder, is dat we in Jezus genade ontvangen om niet. Maar daarom schrijft Petrus ook dat Gods geduld ook onze redding is. Simpelweg omdat we zelf ook ooit verloren waren. We waren ooit zelf ook verloren. En bedenk je eens hoe het zou zijn. Wat het zou betekenen als God zijn oordeel 10 jaar geleden gebracht had. Of 15 jaar geleden, of 20 jaar geleden. Of in mijn geval 30 jaar geleden. Dan was het voor mij klaar geweest. En toen kende ik de Heer nog niet. En ergens moeten we onszelf beseffen dat we zelf ook ooit verloren waren. En dat degenen die nu nog verloren zijn, in dezelfde situatie zitten als waar wij toen in zaten. En als wij met elkaar proberen af te dwingen dat de Heer maar snel terugkomt om een eind te maken aan onze egoïstische problemen, dan roepen we daarmee een oordeel af over die mensen. En daarom moeten we het oordeel bij God laten. We mogen blij zijn. We moeten blij zijn dat Hij geduldig is. Want dat is ook onze redding. Daardoor zijn wij ook gered. Omdat God ergens 20 jaar geleden, 10 jaar geleden, 30 jaar, je snapt het wel, dat Hij toen ook geduldig was. Hij was geduldig met ons. En daarom moeten wij geduldig zijn met anderen. En dat betekent niet dat we zomaar alles moeten accepteren. We mogen het best oneens zijn met elkaar. Ook onderling. Maar de vraag waarom God niks doet, is een vraag die helemaal nergens op slaat. Enerzijds omdat het niet waar is. God doet niet niks. Sterker nog, Jezus is het bewijs dat God alles gedaan heeft. Hij heeft alles gegeven om het onkruid uit de wereld te halen. Maar het is ook een verkeerd en ongepast verlangen. Het is een verlangen, klinkt erin door, naar gerechtigheid die ongepast is, omdat het eigenlijk een oordeel uitspreekt. En het is gerechtigheid die we zelf misschien ook niet verdienen. En die we eigenlijk alleen maar krijgen omdat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Het is gerechtigheid die wij ook niet hadden moeten krijgen. Maar omdat God geduldig is, krijgen we hem wel. En als we dan die gelijkenis van Jezus lezen over het onkruid tussen tarwe, dan leert het dat ons één ding. En ik wil daar een stukje over lezen. Wat leert deze gelijkenis ons? En dat is het volgende. Dit is een boekje van Bart van Nes. En die heeft een boekje geschreven over de gelijkenis van Jezus. Heel leuk. Niet zo heel dik boekje, dus makkelijk te lezen. Maar dan zegt hij het volgende. Er staat een boven verwacht veel onkruid. Wat wil Jezus uitlokken in deze gelijkenis? Heb geduld. Wees niet te snel met je oordeel en leer te leven met onkruid. In dit leven zal deze wereld altijd een mengeling zijn van goed en kwaad. Het strijdtoneel tussen de levendgevende processen van God en de pogingen van de duivel om het goede te saboteren. Ja, Jezus heeft het kwaad de definitieve slag toegebracht. Maar het onkruid is daarmee niet in één keer weg. De sporen van het onkruid blijven zichtbaar door ons leven lopen. Verwacht veel onkruid, zegt Jezus, op de werkvloer, in je relatie, bij de opvoeding van je kinderen, in je huwelijk en zelfs in de kerk. Juist op plekken die zich het meest lijken toe te leggen op de bloei van Gods nieuwe wereld, volgt de vijand Gods werk op de voet. En God verandert dat niet, of niet direct tenminste. Maar tegen de achtergrond van deze sobere realiteit voert één overtuiging de boventoon in deze gelijkenis. Ondanks het onkruid, ondanks al het kwaad in de wereld en het risico dat het onkruid het echte graan zal verstikken, zal het echte graan toch overleven. Sterker nog, het zal tot bloei komen en van grote invloed zijn. En ik denk dat als we naar deze gelijkenis kijken, dat dit is wat we mee mogen nemen vandaag. Is ondanks dat om ons heen de wereld misschien kapot lijkt te gaan, ondanks dat er om ons heen kwaad in de wereld is en dingen zijn die moeilijk zijn, of misschien zelfs wel niet eens om ons heen, maar misschien in je eigen leven. En dat je bij jezelf denkt, Heer, ik raak verstikt. Heer, het lukt me niet. Heer, waarom doet u niets? Is dat we mogen weten dat Jezus uiteindelijk de ultieme overwinning behaald heeft. Dat Jezus de ultieme onkruidverdelger is. En dat het feit dat God geduldig is ervoor zorgt dat we nog meer mensen kunnen bereiken. Dat we nog meer mensen kunnen redden. Maar ook dat ons eigen leven gered kan worden. En straks als we met elkaar avondmaal gaan vieren, en niet om het gras voor basse voeten weg te maaien, maar dus dat misschien wel om eens over na te denken. Het feit dat God geduldig is geweest in zijn oordeel naar jou, zorgt ervoor dat je bij hem kan zijn, dat je bij hem kan horen. En we mogen weten dat er ergens een moment komt dat de Heer terugkomt. En dat zal geen prettige aangelegenheid zijn. Maar wat we wel mogen weten is, als je Jezus kent, als je hier vanmorgen zit en je kent Jezus, en hij is je Heer en je heiland, dan ben je geen onderdeel meer van dat oordeel, maar dan ben je bij hem. En dat is omdat hij genadig is en omdat hij alles gedaan heeft om het kwaad in deze wereld uit te roeien. Amen.